Kijkers van JWTV, welkom bij deze live uitzending. Commotie bij de Harreweg, Herbert Nichols. Wat is hier allemaal aan de hand? Want het is een heel verhaal. Het is een heel verhaal. Nou, Hoogheemraadschap Delfland heeft het onderhoud, of in ieder geval, die moet zorgen dat de dijken in Schiedam op hoogte blijven. Als een waterkering. Die legt hier een waterkerende dijk aan. Een dijkje van ongeveer niet hoger dan een meter. Omdat het met het klimaatverandering, ze verwachten overstromingen, hevige regenbui, dat het niet naar een lager gedeelte overstroomt. Maar goed, er is commotie, er worden bomen gekapt, vergunningen. Vertel, wat is er echt allemaal aan de hand? Op zo'n waterkerende dijk, daar mogen geen bomen om staan, want als er met een storm de boom omgaat, wordt de dijk vernield. Dus daar is kapvergunning aangevraagd voor 4 bomen. 3 populieren hier in de buurt van een boerderijtje De Raad, langs de Harreweg, en 1 boom bij de Keerlus, waar die dijk moet komen. Die bomen stonden in het tracé van de dijk. Nou, doordat men zo snel is begonnen en de bewoners niet op de hoogte waren, is er veel commotie ontstaan. Ja. Want de bewoners wilden graag weten, wat is hier aan de hand? Het is ook niet niks. Nee, maar de gemeente Schiedam en Hoogheemraadschap zaten ook niet op één lijn. Dat klopt. Hoogheemraadschap heeft opdracht gegeven aan de aannemer zonder de gemeente in kennis te stellen van wij gaan hier nu beginnen. En dat hadden ze van tevoren moeten doen, want dan had de gemeente gezegd, je moet een bewonersbrief sturen naar de bewoners, in ieder geval in de akkers en de aanliggende percelen, wat hier aan de hand is. Ja, nou is het natuurlijk al, de bomen zijn omgekapt, je zegt zelf al, het hoort bij het plan. Wat gaat hier uiteindelijk de verbetering worden, Herbert? Nou, de verbetering is dat er een soort waterkerende dijk komt die het water tegenhoudt, dat het water overstroomt naar een lager gedeelte. Want dat parkketel daarachter, dat die weilandjes, dat is een lager waterpeil, een lager pijl. Stel dat mensen nog vragen hebben over deze hele situatie, want ook de tram Keerlus is erbij betrokken. Daar gebeurt ook van alles. Wat gebeurt daar precies trouwens? De hele Keerlus is verzakt en die wordt door de RET omhoog gehaald. En dat gebeurt in de tweede helft dit jaar. En er zijn ook voorbereidende werkzaamheden van kabels en leidingen die daar naar een onderzoek... Dat blijkt, precies. Maar de echte werkzaamheden heb ik begrepen dat die pas tweede helft van dit jaar plaatsvinden. Maar dat is wel goed gecommuniceerd met de gemeente en de RET? Ja, en de RET, ja. Mensen die nog vragen hebben, ja, de bomenridders zijn nog actief, maar de bewonersvereniging Spaarland, helaas pindakaas. Nee, die bestaat niet meer. Wij gaan overigens wel overal bomen planten. Als bestuursleden van de wijkvereniging hebben wij een plan om toch een flink aantal bomen in de wijk te planten in de wijk Spaarland. Als tegenhanger van het gekapte groen. Zo is het. Herbert, bedankt voor je toelichting. Jij gaat weer verder lekker tuinieren. Ja, dankjewel. Dankjewel.